Op 3 september 1888 schrijft Vincent aan zijn broer Theo over het portret dat hij heeft geschilderd van Emil Boch. Geel, warm geel tegenover een heel donkerblauw. Met sterren in de achtergrond. En hij schrijft daarin: de liefde van twee geliefden uitdrukken door een huwelijk van twee complementaire kleuren. Hun vermenging, hun tegenstellingen, de mysterieuze trillingen van naast elkaar geplaatste tonen. Ook hier dat gebruik ik dat violet, een warm violet, tegenover een heel warm geel, bijna oranjeachtig geel. Twee complementaire kleuren.